Zijn eerste solovoorstelling, Scherven brengen geluk, bewijst Mark op humoristische wijze dat het leven in een rolstoel je net zo goed toelacht. Wat is erger, in een rolstoel zitten of de zoon zijn van Maurice de Hond? Dat vind ik een hele gekke vraag, want zo erg is het ook weer niet om in een rolstoel te zitten. Goedendag, mijn naam is Mark de Hond en op zaterdag 5 september 2015 treed ik op in De Dromedaris in Enkhuizen. Over een paar maanden, dan is er een heel bijzonder moment voor mij, want dan zijn mijn dwarslesie en ik precies 12,5 jaar bij elkaar. Dus dan vieren wij ons koperen jubileum. Dank u wel. Scherven brengen geluk, dat is mijn eerste theaterprogramma en het gaat over geluk, want ik ben gelukkig. En het klinkt misschien een heel klein beetje raar, maar dat heb ik voor een groot gedeelte heb ik dat te danken aan mijn dwarslesie. Wat heeft jouw vriend dwarslesie, maar even zo zeggen, wat heeft hij jou dan geleerd? Ik heb dankzij mijn dwarslesie ontzettend veel gave dingen op mijn pad gekregen. Jouw verhaal is natuurlijk een dramatisch verhaal. Ja, volgens mij een van de meest hilarische stukken van de show. Het publiek ligt echt in een deuk. Wat zou nou het voordeel kunnen zijn van in een rolstoel zitten? Ik heb altijd een goede parkeerplaats. Ja, als ik ergens kom waar niet ook Koos Alberts en Esther Vergeer zijn, dan wel. Ja. Mogen optreden in het theater is voor mij een droom die uitkomt en ik zou het geweldig vinden als jij erbij zou zijn. Dus reserveer snel en hopelijk zie ik je dan op 5 september 2015 in De Dromedaris in Enkhuizen. Ik heb Mark de Hond 1 keer gezien in Toemler en dat was gewoon heel erg goed, het idee. Knap. De opwinding werd zo groot dat de verbinding tussen mijn hoofd en mijn piemel overbelast is geraakt. Alle zenuwen in mijn rug zijn gesprongen. En zo ben ik in mijn rolstoel terechtgekomen. Nog één keer, maar dan gewoon één van de beste. Gewoon even doorheen drukken, echt? Gewoon even goed doorheen drukken, oké. Okay. Nou, ik heb Mark de Hond 1 keer zien optreden in Toemler. Dat was hilarisch. Dat is een van de... Een eye-opener voor me. Fantastisch wat hij deed. Ja. Ja? Graag gedaan.